Als je te maken hebt met heel veel schulden bij verschillende schuldeisers, dan heb je ontzettend veel stress. Het grootste misverstand is dat mensen dit aan zichzelf te danken hebben. Toen ik die gezellige award won, op het podium stond en de applaus in ontvangst nam met de bloemen, denk ik, ik ben een kort miljonair en dan gaat het helemaal goed. Ik kan straks bedrijf verkopen en met pensioen. Moet je voor ons of achter ons lopen? Van origine ben ik accountant, dus ik had nooit verwacht dat ik fiets zou gaan. Echt nooit. Ik had een internetwinkel, een van de grootste van Nederland. Ik stond in de winkel top 100. Op zich ging het allemaal prima. Harde groei, omzet. In eind 2010 begon het moeilijker te worden. De omzet zakte nog verder in doordat de markt inzakte. En ik werd door leveranciers op hold gezet. Waardoor de omzet binnen twee, drie maanden met ongeveer de helft gedaald werd. En dan gaat het heel snel. Ik ben ook dus ook heel snel failliet gegaan. Binnen twee dagen was het uitgesproken. In één keer had je alles, in één keer had je helemaal niks meer. Moest je personeel vertellen, ik had 10 man aan dienst. Van jongens, jullie staan op straat, het is gebeurd, het is over. Je gaat van alles naar niks, ook met geld. En ik weet nog steeds niet hoe ik die periode overleefd heb, de eerste 9 maanden zeg maar. Want dat was echt een hele heftige periode. Het gaat niet alleen maar over geld, maar het gaat ook over het missen van kansen. Over mee kunnen doen in de samenleving. Over het verjaardagsfeestje van je kind, over je cadeautje, maar ook je sportactiviteiten. Eigenlijk wat nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. En dan moet de overheid er zijn om te zorgen dat mensen dat kunnen. Toen ik een zaak had, had ik veel vrienden, een groot sociaal leven, was ik actief, met veel mensen uit eten. En als je dan failliet gaat en in zo'n situatie komt, dan zie je ze allemaal één voor één wegvallen. Geen contact meer opnemen, niet met je durven te praten, raar staan te kijken, niet weten wat ze moeten zeggen. En je houdt maar een paar over. Waarom hier bij de tennisvereniging, in de periode dat ik net failliet was, dan heb je toch het gevoel dat je buiten de maatschappij staat, dat je niet meer meetelt. De mensen je raar aankijken, wat misschien helemaal niet zo is, maar voor je gevoel wel. Je wordt tweederangs burger. En in die periode kwam je eigenlijk vraagstuk hier om het clubhuis te gaan verpachten. En zo kwam ik in contact met de huidige pachter, Cor Jonkman. En samen met hem heb ik eigenlijk het hele clubhuis, zoals je het hier ziet, geschilderd aan de buitenkant, opgeknapt, planken vervangen. Maar het leukste vond ik toch het regelen van de inkopen, van de dealtjes. Maar dat was mijn werk vroeger ook, waar ik ook goed in was. En dat gaf me ook het gevoel dat ik het nog steeds kon en nog steeds in me had om dat te doen. En dat heeft me wel echt geholpen om weer een drempel over te gaan, een stukje van mijn eigen waarde weer terug te vinden. Maar je gaat toch, want ik ben failliet gegaan, helemaal terug naar nul. Je voelt je echt een loser, buitengesloten, dat je niet kunt. En dat heeft me wel dat stapje weer gegeven van God, ik kan het toch. Ik heb toch meerwaarde. Ik kan toch helpen. Ik zit in de politiek omdat ik onrecht wil bestrijden. Het kan iedereen overkomen. Je kan je baan verliezen, je kan ziek worden. Je onderneming kan failliet gaan. En dan is eigenlijk goede schuldhulpverlening nodig om snel en eerder uit die problemen te komen. Om te stoppen met die schuldenstress. En te zorgen dat mensen echt kunnen werken aan een betere toekomst zonder schulden. Maar vooral aan de buitenkant. En het terras hebben we helemaal vernieuwd. Maar daar komen we zo nu. Sinds 2 jaar ben ik nu adviseur bij de Ondernemersklankbordgroep. Dat is een landelijke vereniging. En daar ben ik dus adviseur. En dat doe ik met name dus de schuldproblematiek en de faillissementsgedeelte. En dat gaat goed. Soms kun je ze helpen, soms niet. En als je ze niet kunt helpen, je kunt ze altijd helpen om op een goede manier ook failliet te gaan. Want daar zit ook een groot verschil in als het nodig is. Ik vind dat ik zelf als mens heel erg veranderd ben. Ik ben heel anders naar de wereld gaan kijken en ook veel rustiger geworden. En ook veel betrokkener en levender naar mensen. En dat vind ik echt een meerwaarde. Ik vind dat ik als mens beter geworden ben.